klein tafeltje met een klein opstandje waar je wat in kon doen. En daaraan zat ze ook te schrijven. En hier vandaan kon ze de kastanjeboom zien. Ik denk dat ze hier vaak dromend heeft zitten kijken. Hoe mooi het was. Al haar gedachten heeft opgeschreven. Och jee. Dat was een schat, was het. Echt waar. Leuk kind, mooi kind. Verzorgd kind, ze verzorgt ze zeer. Vooral de haar, dat moest perfect zitten. We hadden allemaal natuurlijk onze taak. Ellie, meneer Koophuizen, meneer Kralen en ik. Mijn taak was 's morgens het eerste naar boven te gaan om de boodschappenlijst te halen. Dan ging ik naar boven en dan stonden ze allemaal op een rijtje. Anne voorop. Dit vond ik altijd een vreselijke aanblik. Want je voelde zo de afhankelijkheid die de mensen van jou hadden. Ze waren op jou aangewezen. Dat moet je aan mijn man vragen. Die zorgde voor daarvoor. Maar die, ja, had ook zijn taak. Ze zijn ondergedoken, hadden ze natuurlijk geen mogelijkheid meer om nieuwe bondkaarten te halen. Maar aangezien ik dus ook later dan zogenaamd in het verzet zat. Nou, zo. Ja, goed, zo noem ik het maar. Maar toen heb ik dus ook gezorgd voor bondkaarten. Het was een gewone dag. Ik ging, toen ik op kantoor kwam, het eerste naar boven. Haalde de boodschappenlijst en beloofde later zo gauw mogelijk terug te komen. Ik ging naar beneden. Ongeveer 11 uur werd de deur opengemaakt in het kantoor. Kwam er een man binnen, een Hollander. Een revolver in de hand en op ons gericht. En beval zitten blijven, niet bewegen. En geen woord. Die 4 augustus beleef ik ieder jaar hetzelfde. We staan op. We zijn zo rustig mogelijk. Kijken de hele dag niet naar de klok. Doen wel ons werk. En tegen 1 uur of 5, dat voel je dan wel. In de namiddag, dan weten we, dan was het voorbij. En dan zijn we weer tamelijk gewoon. Dat is het enige wat ik u daarvan kan zeggen. En toen ben ik dus naar huis gegaan en heb het haar verteld. Toen kwam mijn man thuis en toen zei hij tegen Otto mij... Otto Frank komt terug, hoor. Ik heb een goede boodschap voor je. Otto Frank komt terug. En dat was zo'n eigenaardig moment. Het ogenblik dat mijn man het zei, keken we naar buiten en meneer Frank liep langs het raam. Hij belde aan. Nou ja, die begroeting was natuurlijk geweldig. Het eerste wat ik eigenlijk vroeg, ik zeg, Edith, zegt hij, die komt niet meer terug. Maar op de kinderen heb ik hoop. Maar na verloop van, ik geloof van 1,5, 2 maanden, kregen wij een bericht van een verpleegster die tot het laatste ogenblik bij Anne en Margot in Bergen-Belsen was geweest en erbij was geweest dat ze stierf. En die schreef ons dat ze niet meer terugkwamen. En toen heb ik mijn bureau opengemaakt, heb de boeken eruit gehaald en heb ze aan meneer Frank gegeven met de woorden, dat is de erfenis van uw dochter. En toen heb ik het gelezen en het woord, het viel me mee, vind ik niet zo op zijn plaats. Maar er kwam iets binnen, zoiets moois, zoiets warms. Dat was heerlijk. Toen kende ik Anne weer. Toen was ze weer heel dicht bij me. En niet op een nare manier, op een
droevige manier zoals ik me dat had voorgesteld. Ze schreef natuurlijk droevige dingen in de dagboek, dat wel. Maar het sprak me zo aan, weet u. Ik was er gelukkig mee dat ik het had gelezen. Ik zou u willen vragen, wilt u de eerste twee alinea's uit uw boek voorlezen? Ja, natuurlijk. Ik ben geen held. Ik sta aan het eind van een hele lange rij goede Nederlanders. Die hebben gedaan wat ik heb gedaan. Of meer, veel meer. Gedurende die donkere, vreselijke jaren die ver achter ons liggen. Maar in het hart van degenen onder ons die ze hebben meegemaakt aanwezig blijven. Als de dag van gisteren. Er gaat geen dag voorbij of ik denk aan wat er toen is gebeurd. Meer dan 20.000 Nederlanders hebben in de jaren Joden en anderen die moesten onderduiken, helpen verbergen. Ik droeg mijn steentje bij, evenals mijn man. Het was niet genoeg. Van Jan Gies, de man van Miep. Je hoorde Miep net zeggen, het was niet genoeg. Wat vind jij ervan? Nee, vanuit haar en Jans optiek bezien was het niet genoeg. De familie Frank en de Dussels en Van Daan zijn weggevoerd. Dus vanuit hun zicht op de zaak was het niet genoeg. Maar ja, ze hebben zich een gigantische opoffering getroost. Ook voor hunzelf zeer levensbedreigend was. En god, je kunt je alleen maar afvragen van hoe zou ik zelf in die omstandigheden hebben gehandeld? Zou ik dat gedurfd en gekund hebben? Zou je dat gedurfd en gekund hebben, denk je? Dat is niet te zeggen. Nee. Dat weet je niet. Jij bent een van de weinige Nederlanders die in die film speelt. Hoe was dat voor jou? Ja, ik ben de enige met een grote rol. Edda Barend zit erin. Guus van der Made. Nog wat mensen. Eervol om in dit verhaal, dit Nederlands, in Nederland gebeurde verhaal te mogen staan. Met de mensen die het gemaakt hebben. En ja, ik denk dat het eindresultaat in elk geval heel indrukwekkend is. Ja, dat kunnen we zo gaan zien uiteraard. En het grootste compliment kreeg ik van Miep zelf. Die, vertel eens. Die belde en zei dat ze zo bijzonder tevreden was. En tevreden over mijn rol. En perfect. Ja. Hoe was jouw inlevingsvermogen in die rol? Uiteraard goed, want je bent tenslotte een goede acteur. Maar er is een stukje dat Anne Frank en de familie wordt weggevoerd, hè? Ja. Hoe is dat gegaan? Ja. Nou, er was nogal wat commotie rond die scène. Omdat er een aantal mensen stonden te kijken. Wat oudere mensen die de oorlog hadden meegemaakt. En nou, het moment dat de familie Frank met die Duitsers naar buiten komt, ja, mensen die dat niet konden aanzien, die huilend wegliepen of begonnen te schreeuwen of weer kwaad werden op de Duitse uniforms en zo. Dus ja, god, dan. Hoe waren jouw gevoelens? Ja, vreemd. Heel, heel dualistisch, heel tweeslachtig. Je staat er als acteur en je staat er als Huub Stapel. En je denkt, ja, dat mag nooit meer gebeuren, maar helaas gebeurt het nog elke dag om ons heen. Ik denk dat dat de mooiste aankondiging is eigenlijk. Dat mag nooit meer gebeuren. Die Attic, de Hiding of Anne Frank.